We hebben de opening hier en dat zijn de Bielemen, hè? De Bielemen. Wat is dat voor groep? De Bielemen, dat zijn drie lui die heel veel betekenen voor de zittersje van Slovend. Bij alle evenementen zijn ze betrokken. Voorbeeld te nemen, als de prins bekend wordt, dan gaan ze hier met telegrammen de stad in om aan de lui hier in Zittert te vertellen waar de nieuwe stadsprins is geworden. En ze maken hier bij de optocht op Vastelovens zondag altijd de weg free voor de deelnummers. En het stamt een beetje uit het verleden, want als Vreuger immers begraven wordt op de Kolleberg, dat is de berg hier in Zittert, dan gingen de Bielemen, je ziet ze rechts onder in beeld, dan gingen die voorop. En als er dan bijvoorbeeld eens een boom op de weg loog, dan moesten ze natuurlijk weggeruimd werden. En dat deden ze met de biel die ze in de hei hebben. Ja, dezelfde traditie natuurlijk die we hebben in gans Limburg met de schutterijen. Ieder dorp of stad heeft wel een schutterie en ook die van Broekzitter. Maar dit is niet de schutterie van Broekzitter, dit is de fanfare Harmony. We hebben fanfare Sint-Cilia uit Broekzitter, Jederjoos in zijn presentie in de optocht. En ze hebben het te vieren, want ze bestaan in 2011 precies 110 jaar. Nou, dat is niet niks. Volgend jaar hebben ze dan jubileum als het carnavals gebeuren bekeken 111. Nou, ik weet niet. Ja, vergoon loesteren. Vergoon loesteren, wat ik ben benieuwd. Ik ken van wel goed loesteren, maar op de achtergrond horen van de heer. Wat is daar de bedoeling van? Nou, in Zittert is het de traditie dat langs het parcours altijd verslaggevers staan. Die vertellen de lui over wat er voor B-cup. Dat is hier op de Maart het geval. Het centrum van de Vastelovend hier in Zittert. Maar ook elders langs het parcours staan verslaggevers. En die geven een toelichting voor de lui dat die begrepen. Nou, wat doen die deelnummers en wat gebeurt er allemaal? Groep die vanoeg bijvoorbeeld zin, dat zal de presentator hier op de Maart ook zien. Dat waren de Twilstars. En even een hoeskamervraag is. Wat hebben ze in de hein? Dat is een stekske, maar dat stekske had een bepaalde naam. Is dat midden in het twil? Wat zei ze? Is dat midden in het twirl? Het is geen twil, het had een hele speciale naam. Het is namelijk een baton. Aha, dus doorzwingelen die met. Ja, en dan komen de geweldige klanken. We hebben hier nummer 8. Ja, natuurlijk zijn er ook uitgangsgangers hier in zitten. Straks komen die grote wagens. Dit is een kuppelke. Dus dat zijn twee lui die zich samenpakken en het uitbeelden. Hier neemt dat geen duo, maar een kuppelke. Hier wordt het in Zittert een kuppelke geneemd. En zie beelden uit, veer waren onze keutel naar het kwiet. Dat had alles te maken met de behoeftes die de hun doen in het park. Dat moesten ze namelijk opruimen. Dat mogen ze niet zomaar laten liggen. Dus er moest een tuurtje metnummer als de hun de behoefte deden. En dan moesten ze dat dus met hoesnummer en toes in de drekbak smieten. Ja, en wat ruis er in het struiken was, dat kent alleen maar een persiflage op Toon Hermans in. Je weet, Zittert is de stad van Toon Hermans. We hebben hier Maurice de zoon al zien rondlopen. Die leed zich natuurlijk ook kieken hier in de stad. En we hebben het Toon Hermans jaar achter de rug. 2010 waar het jaar waarin Toon inderdaad geëerd werd hier in Zittert. En deze man, die zei, onze vogel is gevlogen. Een beeld Toon Hermans uit. Ja, en deze keutel nog helemaal niet kwijt. Je ziet dit allemaal lekker uitgedost langs de kant. Hier staan echt duizenden lui op de markt. Want niet alleen aan deze kant komt de optocht langs. Straks een uur later komt er hier achter ons nog eens door. Hè? Ze gaan een aantal kilometers lopen inderdaad. En zo meteen dan komen ze hier achter de commentaarpositie waar we zitten. Komen ze op nu bennen en dan is de finish dus in zicht. Dus dan wordt de optochtzuster zoals Sean Hesch altijd ontbonje hier op de markt. Ja, daar heeft geen vogel meer erin. Dus zijn vogel is gevlogen.